Goedenavond, lieve mensen. We zijn hier vanavond bij de Knight University in Tilburg. Een van de grootste wetenschappelijke eventen hier op de campus. En dit jaar staat alles in het teken van Temptations. Dus ik wil eventjes op de campus kijken in hoeverre de mensen de verleidingen kunnen weerstaan. I'm looking to see surprise and temptation. Alles staat in het teken van temptations. Is er nog iets wat hier ook met verleiding te maken had? Of met temptations? Nou, behalve dat ik echt een heel fanatiek Temptation Island kijker ben. En daar heel veel over Twitter, Facebook en dat soort dingen. Dus persoonlijk. Persoonlijk heb ik daar wel een link mee, ja. Het thema waarover ik ga schrijven zijn lelijke gebouwen in Tilburg. Omdat ik Tilburg juist zo leuk vind, omdat er ontzettend veel mooie, lelijke gebouwen zijn die verwaarloosd zijn en waar niemand naar omkijkt. En ik wilde heel graag een beetje omarmen. Ik vind, zeg maar, het toppunt van alle lelijkheid in Tilburg vind ik die rotonde met dat ronddraaiende huis. Omdat het zo'n lelijk huis is, maar wel verheven tot kunst. Er is hier net een kort college geweest, als ik het goed begrijp, over? Over Temptation natuurlijk. Maar we hebben er eigenlijk meer een debat van gemaakt. Mijn stelling was dat bonuscultuur een soort begerigheid opwekken die eigenlijk helemaal niet gebaseerd is op wat je objectief nodig hebt. Maar dat je dus ziet iets bij een ander. De bonuscultuur moet dus ook publiek zijn, want als het helemaal in het geheim gebeurt, werkt het niet. Je ziet iets bij de ander en dat geeft je het gevoel van toch vernedering of van waarom ik niet. Al heb je een ton per jaar, opeens heb je het gevoel dat je tekort komt. En dan begint dus die hele mimesis, zoals de filosofen dat noemen, imitatie van de ander, waardoor ook competitie, maar zelfs ook geweld ontstaat. Is er dan nog een advies dat je de mensen mee wil geven, naar aanleiding van dit voorbeeld over de bonussen? Nou, ik denk dat dus echt genieten heeft niet zoveel te maken met behoeftebevrediging, maar echt genieten, in tegenstelling tot verslaving. Verslaving isoleert en echt genieten creëert gemeenschap. Ben je nog iets wijzer geworden of heb je een ander inzicht op verleiding gekregen hier? Dat weet ik niet. Ik vond het heel prikkelend. Ik had gehoopt dat het wat meer over Satan zou gaan, want dat stond in de titel. Maar daar ging het uiteindelijk ook wel een beetje over. Ik ben zelf docent. Dus als je aangezet wordt tot nadenken, dat is eigenlijk een groter iets, zeg maar, dan dat je een concreet ding nu mee hebt gekregen. Of zo, een brokje kennis, dat vind ik minder interessant. Ik ga hier nu wel over nadenken en met mensen over praten. Lust. Super. Gotta be so cold. Yeah, you're a natural. Falling in love. I've always liked defenestration more than falling. So what about a skull fracturing, neck shattering, back brutalizing, dismembering defenestration by love? My new lexicon of love, or my proposal at least. Dat was mijn sluitstuk. Maar dat was. Thank you. Ik dacht. Ja, ik heb een microfoon in mijn hand, anders had je een ovatie gehad. Oh jee, wat gebeurt er nu? Wilt u misschien een lolly? Oh jee, het lijkt alsof ik deze vraag al eerder heb gehoord, maar heb je niet iets gezonders? Nou, mijn zus loopt hier ook rond met appels. Maar die zou ik niet vertrouwen. Dus ik zou gewoon lekker een snoepje nemen. Komen uit mijn eigen tuin. Nou, gooi er maar in dan. Spontaan. Grootste verleiding. Ladies. Deze burger. Op dit moment nu wel. Ja. Ladies, of course. Bier. Bier. Happiness. Oei. Dat ziet er spannend uit. Laten we eens een kijkje nemen. Kom maar mee. Terwijl jij dit boek aan het schrijven was. Peter Bewanne. Ja, dat klopt. Zit een verrassingsinterview. Verrassingsinterview, inderdaad. Ja, je hebt net een praatje gehad over verleidingen. Ja. Volgt natuurlijk de vraag, wat is jouw grootste
Verleiding? Nou, ik heb net chocolaatjes gekregen. En dat is voor mij heel verleidelijk. Serieus. Chocola, heb ik moeite mee. Chocola? Ja, is het... Om het buiten de deur te houden. Kijk, als ik dit krijg, moet ik het eigenlijk door de play spoelen. Want anders vreed ik het radicaal achter elkaar op. Ik wil niet brutaal zijn, maar ik had wel iets spannenders verwacht misschien. Van schrijven van jou. Ja, nou... Nee, nee, ja, ik noem ook meteen een verleiding waar ik niet aan mag toegeven. Misschien moet ik... verleidingen. Nee, dat, toch ben ik wel ernstig daarin. We houden maar op chocola. Chocola, ja. Ja, saai, maar wel waar. Zo, ik dacht dat het een smoke-free campus was. Night University, one word. One word? Amazing? Fucking awesome. Ah, amazing. Amazing. Night University, in één woord. Eén woord. Verrassend. Verrassend. Geweldig. Geweldig. Dankjewel. Our government, we have no future. You can't really see it in front of you. It becomes too abstract. So we hebben natuurlijk net een stukje van jouw lezing gezien over het verleiden van kiezers. Ja. We hebben gezien dat het ook best wel effectief is. Hoe belangrijk denk je dat de kunst van het verleiden is voor mensen thuis? De kunst van het verleiden in het algemeen? Of De art of persuasion. Oh, ik denk dat het heel belangrijk is eigenlijk, ja. Ik denk dat de meeste mensen denken dat als ze een goed idee hebben, dat iedereen dan massaal dat idee gaat steunen. Maar in de praktijk is dat vaak helemaal niet het geval. Je moet werken om te zorgen dat je mensen echt aan jouw zijde krijgt, dat dat plan echt daadwerkelijk gesteund wordt door mensen. En dat zijn sommige van de technieken die ik vandaag heb geprobeerd te laten zien aan mensen. Op het gebied van ethiek, vind je het ethisch, de verleidingstechnieken die gebruikt worden? Het grappige is dat heel veel van deze technieken die worden gebruikt zowel door mensen zoals Martin Luther King, maar ook door mensen zoals Hitler. En dat maakt het natuurlijk heel dubieus. Je zou kunnen zeggen, als je slechte bedoelingen hebt, dan zijn dit razend effectieve dingen om te gebruiken. Dus uiteindelijk, of het ethisch is, niet per se of je deze technieken gebruikt, maar gaat er meer om wat jouw intenties zijn, wat je daarmee gaat doen en welk doel je uiteindelijk het voor inzet. We hebben het over gehad over de verleiding van Temptation Island. Ja. Maar ik wil eigenlijk jou een dilemma voorleggen. Oké. Je hele leven lang leven de lol op Temptation Island. Ja. Of je 4 jaar komen studeren op de universiteit. Wat zou je kiezen? Ik kom hier 4 jaar lol hebben en studeren. Allebei? Dat werkt voor hersencellen, weet je wel. Dat Temptation Island, dat is leuk, maar dat hou ik geen 2 weken vol. Nee, absoluut. Best of both worlds dus. Best of both worlds, ja. Dankjewel. Rustig aan, chef. Thank you for everything. You're crazy. Tot ziens.